Hele goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voor dag vandaag? Een moeizame dag, mijn verjaardag. Hiep de piep, hoera! Wouter is jarig. Hoe oud ben je geworden? 30. Hoe oud ben je geworden? 32. Ja. Gefeliciteerd, schat. Dankjewel. Welkom in de video van deze week. Zoals we dus al zeiden, is het vandaag Wouters verjaardag. Dat betekent dat hij 32 jaar wordt. Oude man ben je geworden. Ons leek het wel leuk om jullie gewoon een dagje mee te nemen. Want naast het feit dat het ook gewoon algemeen leuk is om video's te maken met en voor jullie, is YouTube ook wel voor ons een beetje een soort herinneringendagboek waar we in terug kunnen kijken en dingen vast kunnen leggen. En ik denk dat een verjaardag, zo halve quarantaine, misschien toch wel een leuk iets is om vast te leggen. Of in ieder geval een interessant iets is om vast te leggen. En dat het wel heel erg leuk is dat we deze dag ook met jullie kunnen delen. Dan voelen we ons niet al te alleen vandaag. En voel je je al een beetje jarig? Ik voel me oud. Nou, ik denk dat we zo eerst lekker even met Noortje een stukje gaan wandelen. Met de auto. Ga je mee wandelen met de auto? Ja, we gaan eerst in de auto en dan gaan wandelen. Weet je wel, een goed idee? Dat is een goed idee! Noorsdroom, een huis gemaakt van stok. Noor, hier ga jij wonen. Dat was lekker. Buikjes zijn we vol. Ben je happy? Met eten altijd. Oké, nou dan gaan we nu nog heel even snel naar het winkelcentrum. Want vanavond gaan we live op het YouTube kanaal. Ja, als jullie het kijken is het al geweest. Maar deze avond gaan we live om Wouters verjaardag te vieren. Om het toch een beetje op die manier coronaproof te kunnen vieren. En het leek mij leuk als we wat versieringen en zo allemaal konden ophangen. Dus dat zou ik nog even halen. En vanmiddag komt Wouters zus komt nog even bezoek met de kleine monster. Dus ik dacht dan halen we ook meteen wat fly. Want we zijn natuurlijk Limburgers. I want to fly, want dat hoort bij een verjaardag. Wouter, die is nou thuis en ik ga zo er nog even vandoor met de auto. Ik ga dus zo meteen even naar de postbus, want ik weet dat enkele van jullie leuke kaartjes en zo naar me hebben gestuurd. Dus dat leek me leuk om dan ook vanavond te openen tijdens de livestream. Wouter weet volgens mij ook echt niet dat er mensen een kaartje hebben gestuurd. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk. En nog een verrassing. Zoals jullie weten wonen Wouters ouders in Spanje. En mijn schoonvader heeft een verzoek gedaan dat ik naar de winkel ga, daar een tulbandcake ga halen en die helemaal ga vullen met Smarties. En daar Wouter mee verrast vanavond tijdens de livestream. Dat is ook iets wat Wouter dus blijkbaar als kind altijd kreeg. Gewoon een tulbandcake, Smarties erin en erop om zijn verjaardag te vieren. Dus dat ga ik nog allemaal doen. Wouter weet daar dus helemaal niks vanaf. Dus dat moet ik ook echt geheim houden tot vanavond. Dat is wel echt heel erg leuk. Volgens mij is het wel een vermoeden, maar... ja, dat is gewoon een leuke verrassing. Dus ik ga nog gauw vandoor. Jasmin die heeft me net afgezet, dus ik moet verplicht gaan gamen. Wachten tot ze terugkomt. Ze is volgens mij nog de laatste dingetjes gaan halen voor vanavond. En in die tussentijd zal ik
Dan maar gaan gamen. Wat gaan we doen? Mario. Tot zometeen. Ongeluk. Ik ben net dus bij de bakker geweest en bij de Jumbo kijken voor een tulband cake en die hadden ze niet. En toen dacht ik van ja, dan haal ik maar een kleine cake. Dus ik had een itty mini cakeje gehaald. Ja, is beter dan niks. Maar nu was ik bij de Co-op, want ik was vergeten drinken te kopen bij de Jumbo. De reden onder andere waarom ik daar was. Dus ik was bij de Co-op om ons nog drinken te halen. En daar hadden ze tulbanden van de bakker. Yes! Dus dat komt helemaal goed vanavond. En volgens mij valt het wel een vermoeden. Maar weet het natuurlijk niet helemaal zeker. Maar ik vind het wel leuk dat ik in ieder geval kan doen wat me is opgedragen. Emmy, ben je blij met je cadeautje? Ja? Mooi zo. Het is alweer 5:30. Dat betekent dat we voor 1.5 uur gaan we live. En ik moet toch echt de studio opruimen voordat we dat kunnen doen. Want het is me toch gerommeld hier. Iedere keer ook ruim gemoppen. En iedere keer is het weer een rommeltje. Wat een werk. Voor 7, dat betekent dat we een kwartiertje live gaan. En we hebben de laatste dingen allemaal opgezet. We hebben allemaal snackies en dingen om te proberen zo meteen. Wouter is de laatste dingetjes nog aan het fixen. Want net kwamen ook nog spontaan vrienden van Wouter op bezoek. Super lief. Jeffrey en Maurice, heel erg bedankt. Ze hebben ook meteen nog wat cadeautjes gebracht. Ook heel erg cool. Dus ik denk dat we ons wel gaan vermaken vanavond. Ik heb er op zich wel zin in. Maar ik heb het ook heel erg warm. Ik ben dus gisteren naar de Aziatische supermarkt geweest en daar heb ik wat gekke dingen allemaal gehaald. Sowieso hebben we een gek drankje, 2 stuks, die we allebei nog niet kennen. We hebben teriyaki chips. Ja, dit is niet van de Aziatische winkel. Deze heeft Wouter vandaag gehaald, want daar had hij zin in. En we hebben een heel gek rolletje zeewier snackje met rijst of zo. Geen idee, maar het zag er grappig uit. En we hebben mochi om te testen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat bevallen. Wij gaan dus in ieder geval zo meteen live. En dan zien we jullie daarna weer. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat. Sowieso iedereen die heeft gekeken, alvast heel erg bedankt. 1, 2, 3. Je moet het aan doen! 1, 2, 3. Is die lekker? Kom. Jongens, we gaan met z'n allen zingen, oké? Okay? Oh. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Waarom zei je dat het niet was? Gloria, hippedepip, hoera! Ik wist al dat dit eraan zat te komen. Er is één ding, ik hou niet zo van cadeautjes en noem maar op, maar één ding vind ik gewoon leuk en dat is gewoon cake met Smarties. 2 hours later. Dat was de livestream. Dat was echt super, super gezellig. Ik ben nu intussen even snel nog een paar hapjes aan het koken. Want we hebben nog geen avondeten gehad. En best wel honger. Maar dat was wel echt super gezellig. We hebben het al 1.5 uur zijn we live geweest. Mocht je het hebben gemist en ons nog willen terugkijken, dan kan dat. We hebben gek eten geproefd en gelachen. En heel veel vragen aan Wouter gesteld. Want het tenslotte zijn video is. Want hij is natuurlijk jarig vandaag. Dus laat ik nou ook maar eens even checken aan Wouter hoe hij het vond. En hem zijn hapjes brengen. Want is hij klaar? Oh Wouter. Ik heb lekker eten. Iedereen kan zwaaien snel. Wat ben je in de vlog? Lullemaal. Oh ja, Jeffrey zwaait ook. Ja, woordje. Hoe vond je livestream gaan? Ik vond de livestream leuk. Ja, het was gezellig, hè?
Ja. Iedereen bedankt ook voor de privéberichtjes en tot de volgende keer denk ik dan. Nou, dat was in ieder geval de video van deze week. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Like de video als je het leuk vond. Abonneer als je het eerder hebt gedaan. Dan zien jullie graag volgende week terug in een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens! Tot ziens, doei!